U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 8 februari. We hebben een onstuimige nacht achter de rug met veel wind en momenteel is de wind iets aan het afnemen. Maar het is tijdelijk, want vanmiddag gaat de wind weer toenemen en wordt het opnieuw onstuimig. Mogelijk komt het zelfs tot storm langs de zuidwestkust van Nederland. Er vallen momenteel een paar buien en daarbij is kans op hagel en onweer. Tussen de buien door zijn er ook brede opklaringen. De temperatuur ligt zo rond de 8 tot 9 graden. Vanmiddag trekt de wind dus weer aan, wordt die krachtig tot stormachtig. En aan het eind van de middag, begin van de avond, mogelijk stormkracht langs de Zeeuwse kust en de Zuid-Hollandse kust. De temperaturen liggen in de middag rond de 10 graden. De bewolking neemt in de loop van de middag toe en in de avond volgt er dan weer regen. De temperatuur ligt vanavond rond de 7 graden. Later in de avond gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Kunnen overigens vanavond windstoten voorkomen tot zo'n 100 km per uur. Morgen is dat niet het geval, dan is het een stuk rustiger. In de ochtend is er af en toe zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuiden regenen en mogelijk dat er in de avond zelfs wat natte sneeuw valt in de Limburgse heuvels. De dagen na blijft het wisselvallig met temperaturen over het algemeen zo rond de 7 graden. Er is af en toe zon, maar er vallen ook een aantal buien. De wind die is minder prominent aanwezig, is over het algemeen matig of vrij krachtig. Ik wens u een fijne dag.